Ik was heel jong. Ik werd op de basisschool al verteld hoe ik verkopen moest. Nou, ik denk een jaar of 12 dat ik voor mijn eerste keer een lijntje nam. Over hardcore, geweld en tienerdealers. Voor hem en zijn hardcore vrienden is drugsgebruik heel normaal. Iedereen doet het zelfs. Feesten, plezier maken, nachtenlang. Maar hij ging verder. Hij ging dealen. Massale drugsgebruik in de zogenaamde hardcore scene. Je kan het zien als of je gebrachte suis om je hoofd wijzen. Het is een hele andere realiteit in principe. Het is hard, weet je. Het gaat snel. Speed is een oppeppende stof, weet je. Tijdens een drugsdeal wordt hij in zijn nek gestoken en daarna een paar keer met een auto overreden. Hij werd 16 jaar.